Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag wil ik jullie een kerst make-up look tonen. Deze maak ik met heel wat Sleek producten. Dit komt omdat ik in november een adventskalender gekocht heb van Sleek. En nu wil ik graag al die producten uitproberen. Maar uiteraard heb ik niet alle producten van Sleek. Dus foundation, primer, die komt gewoon uit mijn gewoon stash. Laten we eraan beginnen. Ik begin met het primer van mijn ogen met de Catrice Prime & Fine Brightening Eyeshadow Base. Zorg ervoor dat de ooglook blijft zitten en beter uitkomt. Daarna ga ik aan de slag met drie verschillende oogschaduwpaletjes van Sleek. Het oogschaduwpaletje All Night Long, A New Day en Storm. Ik gebruik vooral rode tinten en ook een beetje zilverwitte tinten. Alle oogschaduwpaletjes zaten in de adventskalender. Zoals je kunt zien begin ik met een basiskleur. Daarna ga ik met een bruine kleur in mijn ooghoek. En zo bouw ik het eigenlijk een beetje op. Met verschillende bruine en rode tinten. Dan ga ik met één goede kleur over het volledige ooglid. En dan werk ik naar binnen toe eigenlijk. Dus ik werk altijd van buiten naar binnen toe. En zoals je kunt zien ga ik met een zeer lichte kleur in het binnenste ooghoek en onder mijn wenkbrauwen. Vervolgens ga ik aan de slag met mijn Sleek Glitter Eyeliner in een houten kleur. Het is een super subtiele kleur, waardoor die heel mooi uitkomt. En daarna ga ik met het oogpotlood onder mijn onderste waterlijn. Op mijn onderste waterlijn. Ook ga ik onder mijn onderste waterlijn met verschillende kleurtjes die al terugkwamen in de ooglook. Gebruik ik deze fijne mascara van Sleek om mijn wimpers te krullen. Net als mijn wimperkruller die ook in mijn adventskalender zat, maar van de Body Shop, als ik me niet vergis. Het is een iets kleiner mascara en dus ook iets kleiner borsteltje, maar die werkt echt heel fijn. En super natuurlijk. Ik
Vervolgens ga ik aan de slag met een make-up basis van Hema. Die is jammer nog niet meer verkrijgbaar. En zoals je kunt zien, is die bij mij ook al bijna volledig op. En dan breng ik mijn foundation aan. Ik gebruik de NYX Stay Matte but Not Flat Liquid Foundation. De winkel hebben ze me heel goed geholpen met deze uit te kiezen. En ik verdeel deze met een spons. Over mijn hele gezicht, zodat het super natuurlijk eruit ziet. Daarna met wat concealer. Mijn favoriete Essence Day All Day Concealer. Deze is verkrijgbaar bij Kruidvat. En daarmee conceal ik mijn neusbrug. Mijn boven mijn lippen. Een klein beetje op mijn voorhoofd, want ik heb daar een puist onder mijn ogen. En ook dat ga ik inblenden met een spons. Zoals je kunt zien was ik aan het meezingen met de radio. Nu gaan we afpoederen met de Freedom High Day Pro Finishing Powder in Translucent. Ik gebruik het liefst een doorzichtige poeder omdat dat het mooiste effect heeft, naar mijn mening. Vandaag highlight ik met een subtielere highlighter. Deze is van Catrice in de kleur Stardust, maar ook deze is jammer genoeg niet meer verkrijgbaar. En zoals je kunt zien heeft het echt een heel subtiele gloed. Misschien iets te subtiel voor Kerstmis, wie weet. Deze prachtige blush zat ook in de adventskalender en het is de Sleek Blush in Rose Gold. Echt een super mooie feestelijke kleur. Nog even mijn wenkbrauwen invullen met het Precisely My Brow Pencil van Benefit. Echt een prachtig potloodje. En mijn lippen doe ik met het Twist Up Lip Pencil en de Matte Me Lip Cream. Alle twee van Sleek. Het adventskalender uiteraard. En deze prachtige rode kleur is echt ideaal voor de feestdagen. Ja, pas wel op, met rode lipstick kan je vlug buiten de lijntjes kleuren. Dan nog even spuiten met de NYX Matte Finish Long Lasting Setting Spray. En dan zijn we klaar. Zo, dit is de make-up look. Hopelijk vind je hem leuk geworden. Als dat zo is, geef dan zeker een duimpje omhoog. Alle producten die ik gebruikt heb voor deze look kan je hieronder nog eens nalezen. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Toedels!